been voor staat en uiteindelijk 2-2 om je oren krijgt, dan verlies je 2 punten. Waar gaat het mis de tweede helft, dat jullie gewoon 2 doelpunten weggeven? Ik denk dat we niet goed uit de kleedkamer komen. Ik denk dat we niet feller zijn. En ja, we komen niet in een spel waar we de eerste helft speelden. Ja, je weet dat we een volle bak druk gaan zetten en alles op voor die 2-1 voor de 2-1 gaan. En ja, dat gebeurt dan binnen 10 minuten, geloof ik. Ja, dan is het alleen maar lange ballen en pompen. En dan, ja, dan is van onze kant uit overleven. En in de laatste paar minuten tegendoelpunt. Mag je eigenlijk bij zijn met een punt, aangezien de kans van Almere? Nou, ik denk dat als je 2-0 voor staat, dat je niet blij mag zijn met een punt. Ook al hebben ze de laatste 10 minuutjes genoeg kansen gehad, denk ik. Ja, ik denk gewoon dat we 2 punten verloren hebben hier. Hoe hebben jullie je voorbereid op deze wedstrijd na afgelopen week? Gewoon hetzelfde als andere wedstrijden. We doen gewoon ons ding en ja, gewoon onze zelfde voorbereiding eigenlijk. Ja, niks anders. Niks anders. Jullie speelden natuurlijk dinsdag ook tegen Almere. Toen verloren jullie met 0-2 of 2-0. Welke dingen uit die wedstrijd nam je dan mee naar vandaag? Ik denk dat het 2 aparte wedstrijden waren. Ja, verder hebben we de voorbereiding gewoon hetzelfde als andere wedstrijden. En we hebben beelden bekeken. We hebben niet speciaals, extra's of iets dergelijks gedaan. We hebben gewoon ons ding gedaan. Ja, jij zelf bent al lekker op de reef te doen. Je hebt al 4 keer gescoord. Weet jij je meeste aantal goals in een seizoen? Ik geloof 6 in het eerste seizoen. Ja, klopt. Ga je eroverheen dit jaar, denk je? Ja, dat moet wel lukken. Kijk, als ik hier in de eerste helft heb ik 3-4 kansen. En ja, daar moeten er eigenlijk minimaal 2 van zitten. Dat gebeurt niet. Ja, ik denk gewoon dat ik elke wedstrijd krijg kansen. En ja, dan moeten er gewoon minimaal even aantal. Minimaal 6. Wat is jouw geheim dit seizoen met het maken van goals? Nou, geen geheim, ja. Ik weet gewoon dat ik kansen krijg en ja, dan moet ik ze erin schieten en zo simpel is dat. Nee, geen geheimen, niks anders dan normaal. En ik kom vaak in scoringsposities, dat weet ik. Ik doe niets meer of zo. Nee, dat niet. Geen bijgeloof, geen geluksschoenen, geen geluksbroek, geen helemaal niks? Ja, bijgeloof heb ik wel, maar die hou ik voor mezelf.